Ja, beter. Ja. Waarom zou je foto's maken van je kinderen? Ja, omdat je zondags soms niks te doen hebt. En ja, dan kan je toch... Of soms even tijd om... Zoals ik zaterdag moet werken. En dan je zondag nog om te halen wat je wil, zeg maar. Mevrouw, wat vindt u ervan als er koopzondag komt? Niet goed. Want? De zondag is er om naar de kerk te gaan. Dat vind ik. Ik vind het een rustdag. Dat is het belangrijkste, de rustdag. De zevende dag van de week is de rustdag volgens ook de Bijbel en dat geloof ik. Op 10 juni kunt u stemmen. Gaat u dat ook doen? Ik denk het wel, ja. Ik vind het onzin. Een referendum is niet goed. We hebben mensen gekozen in de gemeenteraad. Die moeten beslissen wat er gebeuren gaat. Doen ze het niet goed, dan worden ze weggestemd. Klaar uit. Dus op 10 juni gaat u niet stemmen? Nee, ik ga daar niet op stemmen. En de koopzondag zelf, wat vindt u daar dan van, wel of niet? Geen bezwaar tegen. Als men dat wil, dan doen ze dat maar. Mevrouw, goedemiddag. Koopzondag, goedemiddag. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind we hebben 6 dagen de tijd om boodschappen te doen. Van 9 of 8 misschien wel tot 10 uur. Waarom dan ook nog de zondag? Ik vind het onzin. Ik vind het grote onzin. 10 juni is het referendum. Ja. Gaat u stemmen? Nee, ik ben weg, maar ik laat onze zoon stemmen. Ik vind het een heel goed idee, ja. Ja, en de mensen die uiteindelijk door de week heel hard werken, die kunnen dan op de zondag toch wel de inkopen doen. En ja, dat is heel belangrijk, vind ik. Dus ja, doen. Dus u gaat ook naar het stembureau op 10 juni? Ja, doen we. Ja, altijd. Mensen moeten altijd stemmen, vind ik. Als je je stem niet laat horen, dan ben je niet zwaard. Dus dan moet je niet klagen. Dus... doen. De koopzondag, 10 juni mag er gestemd worden. Wat vindt u van de koopzondag? Nee. Voor de mensen, voor de winkeliers ook al niet. Die willen ook een keer een dag vrij zijn. En personeel natuurlijk. En zelf ben ik helemaal radicaal op tegen.